De rookworst. Nou, dat is natuurlijk grappig, want we kennen rookworst allemaal. Kijk, en dit zijn twee hele leuke kleine rookworstjes. Maar vaak hangen we hem gewoon in het kokende water en op die manier verwarmen we hem. Maar wat ik vandaag ga doen, is hem eigenlijk in de lengte doorsnijden. En dan ga ik hem in de pan bakken. Dat geeft toch lekker een beetje andere smaak doordat je hem gaat bakken. En het ziet er ook nog eens leuk uit. Even uit de verpakking. En dan snij ik hem met een wat groter mes. Dus in de lengte door. Dat doe je heel makkelijk. Leg gewoon je hand op de worst. Zorg wel dat je niet in je vingers snijdt. Kijk, en dan kun je precies op de helft er doorheen snijden. En zo is het in één keer rookworst voor 4 personen.